Deze man, die zag u al eerder, maar hij is nog niet gevonden. Daarom vandaag een nieuwe poging en ook opsporing verzocht. Laat hem vanavond zien. Want wat doet hij nou? Hij wacht bij de Blokker in de Weimarstraat in Den Haag, heel netjes zijn beurt af in de rij bij de kassa. Maar als hij dan aan de beurt is, dan eist hij geld van de nog 17-jarige cashière onder bedreiging van een vuurwapen. Dit is de Blokker aan de Weimarstraat in Den Haag. Op zaterdagavond 10 februari staat een 17-jarige medewerkster rond 5:30 achter de kassa om klanten te helpen. Dan komt deze man binnen met wat kledinghangers die buiten bij de winkel staan uitgestald. Het lijkt daardoor een gewone klant. Hij loopt meteen naar de kassa waar nog andere klanten staan af te rekenen. Hij wacht vrij rustig op zijn beurt. Hij kijkt wat om zich heen en rommelt wat met een plastic tas, maar verder gedraagt hij zich normaal. Dan is hij aan de beurt. De cashière wil de kledinghangers afrekenen, maar de man legt de tas meteen voor haar op de toonbank en haalt een vuurwapen uit zijn zak. Hij zegt dat ze snel het geld uit de kassa in de tas moet stoppen. De cashière weet in eerste instantie niet wat haar overkomt en gelooft het ook niet meteen. Dan ziet ze dat het ernst is en ze waarschuwt haar leidinggevende. Die komt eraan, maar zij heeft niet meteen door wat er aan de hand is. Ze ziet ook het wapen niet, want dat heeft de overvaller verstopt. Hij lijkt dan te vertrekken, maar eist toch nog een keer het geld uit de kassa. De leidinggevende wil zichzelf inloggen in de kassa, maar dat kost even wat tijd. Dat gaat de man te lang duren. Hij neemt zijn tas mee en gaat er zonder buit vandoor. De man rent de winkel uit over de Weimarstraat in de richting van het Regentesseplein. Ja, de cashière, het slachtoffer, is nog maar 17 jaar oud. Dat moet een enorme impact op haar gehad hebben. Nou, dat heeft het zeker. Maar ondanks dat heeft ze goed gehandeld. Ze heeft direct haar leidinggevende gewaarschuwd. En beide slachtoffers zijn in ieder geval heel rustig gebleven ten opzichte van de overvaller. En hebben in ieder geval meegewerkt en ook wel gezegd van dit kost wel even wat tijd. Ja. Op het moment van de overval waren er ook nog wat klanten aanwezig in die winkel. Ja, dat klopt, maar die hebben daar niets van gemerkt. Zowel aan de overvaller als aan de slachtoffers viel namelijk niet direct op te merken dat deze situatie aan de hand was. Ja. Nu hebben we nog meer beeld van de overvaller. Ja, want hij is vlak voor de overval al langs de winkel gelopen. Hij heeft een grote capuchon met bontkraag over zijn petje. Je ziet al dat hij de plastic tas in zijn hand heeft die hij even later op de toonbank legt. En vervolgens loopt hij weer terug en dan blijft hij nog even wachten op de hoek van de Weimarstraat en het Regentesseplein voordat hij de Blokker naar binnen gaat. Ja, deze beelden zijn hartstikke mooi in combinatie met die beelden binnen. Zijn kleding is best wel opvallend. Kijk even goed naar zijn jas en zijn pet. Hij heeft ook nog een snor. En dan is er nog een opvallend detail. Dat is niet te zien op de beelden, maar hij heeft een tatoeage onder zijn linkeroog. Dat is een kruisje of een traan. Weet u wie deze man is of waar hij verblijft? Misschien heeft u hem wel vaker in de omgeving van de Weimarstraat zien rondlopen. Laat hem van u horen via een van de bekende tipnummers of via WhatsApp. En u kunt in deze zaak ook bellen met het team Criminele Inlichtingen. En dat nummer is 06 57 87 62 79.